Dit is het Bostillon nieuws van donderdag 25 mei met vandaag onder meer de volgende onderwerpen. Jazz in Duketown is na 27 jaar nog altijd springlevend. Het jazzfestival is door de jaren heen wel veranderd. Ik denk dat er op zich natuurlijk veel veranderd is, want in 27 jaar ontwikkelt zich het festival. Zowel in omvang, het aantal podia enzovoort, maar ook de kleur van de muziek. En vandaag trainden er jonge voetballertjes in het Echo Stadion. Ze kregen les van de FC Den Bosch spelers. Dames en heren, goedenavond. De stad staat vanaf morgen een weekend lang in het teken van de jazz. Het festival Jazz in Duketown gaat dan voor de 27e keer van start. En ook dit jaar zullen er weer enkele prominente artiesten op het podium staan. Zoals Toet Stielemans en Candy Dulfer. In de loop der jaren is het festival flink gegroeid. De verschillende podia staan verspreid over de binnenstad en hebben elk een eigen stijl. De 27e editie van Jazz in Duketown staat voor de deur. Inmiddels heeft dit festival een goede naam opgebouwd. Jazz in Duketown is in de loop der tijd flink gegroeid. En omdat tijden veranderen, gaat het festival met zijn tijd mee. Ik denk dat er op zich natuurlijk veel veranderd is, want in 27 jaar ontwikkelt zich het festival. Zowel in omvang, het aantal podia enzovoort, maar ook de kleur van de muziek. En het is steeds verder gegroeid, als het ware, de laatste jaren. Heeft Jazz in Duketown toekomst? Ik denk het wel, ja. Bouwman is teleurgesteld in de gemeente. Jazz in Duketown is volgens hem zo'n belangrijk evenement voor Den Bosch dat hij een betere samenwerking had verwacht op het gebied van promotie en subsidie. Het festival bewijst zijn waarde ieder jaar opnieuw. Nou, ik denk dat het ook vernieuwend is. Vooral in de muziek zijn er natuurlijk een aantal elk jaar weer nieuwe artiesten die weer heel verrassend zijn. Dus ik vind dat we in tegendeel dat het zeker niet vergrijzend is, maar juist vaak heel veel nieuwe artiesten. Alleen is het hele Jazz in Duketown als festival is natuurlijk al, heeft zijn tradities. En daarbinnen doen we steeds weer nieuwe dingen met orkesten. Ook dit jaar is de organisatie erin geslaagd om een aantal topartiesten naar Den Bosch te halen. Nou, we hebben een aantal toppers. Dat is op vrijdagavond Toet Stielemans. Die zal eigenlijk het festival openen op de parade. En nadat de staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, het festival officieel heeft geopend. Op zaterdag is onder andere Candy Dulfer een van de optredende artiesten. Nou, dat is natuurlijk denk ik ook wel een trekker voor de zaterdagavond. En zondag hebben we natuurlijk ook een aantal verschillende toppers. Waarbij ik er nou even niet één uitlicht, maar op zich een zeer sterk programma. Jazz in Duketown begint vrijdag 26 mei om 8:30 s'avonds en duurt tot en met zondag 28 mei. Drie jongens uit Den Bosch zijn gisteravond gewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Oude Engelenseweg. De auto, die werd bestuurd door een 15-jarige jongen, raakte een lichtmast en sloeg over de kop. De bestuurder werd door vrienden naar het ziekenhuis gebracht. Een van de inzittenden moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. De bestuurder had thuis de autosleutels meegenomen om een eindje met zijn vrienden te gaan rijden. De binnenstad, schoner, spannender en uitdagender. Dat is het uitgangspunt voor de nieuwe binnenstadsvisie die de gemeente wil gaan maken. En die nieuwe visie moet op een interactieve manier tot stand komen. Dat betekent dat er een grote rol is weggelegd voor de gemeenteraad, belangengroeperingen, maatschappelijke organisaties, horeca, burgers en bedrijfsleven. Zij mogen de komende maanden meediscussiëren over thema's als veiligheid en commercialisering. Na de zomer komt er een startdebat en wordt een internetsite geopend. In de loop van volgend jaar moet er dan een definitieve nota komen. Het weer zat niet altijd mee, maar dat mocht de pret niet drukken. HBO-studenten deden vandaag gewoon alsof het al zomer was tijdens het 6e City Beach volleybaltoernooi op de markt. 300 kubieke meter zand was er voor nodig om de markt tijdelijk in een strand te veranderen. Nieuw dit jaar is dat er niet alleen voor de lol werd gespeeld, maar ook om het Nederlands studentenkampioenschap. De 16 beste teams uit Nederland kwamen daarbij in actie. En morgen staan er als het goed is weer gewoon kraampjes op de markt. Hockeyclub Den Bosch heeft voor komend seizoen twee nieuwe speelsters aangetrokken. Middenvelder Lisbeth van Kessel komt van Hilversum en verdediger Marjolein Spruit stapt over van het Nijmeegse Union. Beide hockeysters zijn 19 jaar oud en spelen voor Jong Oranje. Het Echo Stadion van de FC Den Bosch was vandaag gevuld met ruim 800 kinderen van verschillende basisscholen. Ter afsluiting van de kennismakingslessen voetbal tijdens schooltijd kregen ze een clinic aangeboden.
FC Den Bosch organiseerde de middag in samenwerking met de stichting Sportstimulering ‘s-Hertogenbosch. Een kijkje nemen in een echt voetbalstadion en een training krijgen van je idool. Voor veel kinderen een droom. Maar vanmiddag konden ruim 800 kinderen dit echt meemaken. Ik denk wel dat ze in ieder geval een indruk krijgen van de BVO. Ook in de catacomben kunnen ze even kijken waar we zitten dan en zo. Dat spreekt de jongens denk ik en de meiden toch ook wel aan. De kennismakingslessen, voetbal tijdens schooltijd, zijn onderdeel van het sportstimuleringsprogramma. De leerlingen leerden verschillende dingen, zoals dribbelen, doelschieten en ook kregen ze keeperstraining. Wat heb je allemaal al gedaan? Tijdens 2 tegen 2. En welke spelers zijn hier allemaal vandaag bij? Vandaag Van Strien, Wila, Henk Vos, weet ik niet meer. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de voetballers was het een speciale ervaring. Ja, het is erg leuk voor de kinderen, dat wel. Ze zijn erg speels, ze willen toch veel leren. Maar het is wel druk, ja, zeker weten. Maar... Vermoeiender dan een wedstrijdje voetballen misschien? Ja, ik denk het wel. Je moet iedereen in het gareel houden, dat is erg moeilijk. Ik zie dat we wel meer spelers een probleem mee hebben. Ja, ze zijn druk, hè. Ja. Ze willen snel wat anders doen, anders vinden ze het niet meer leuk. Dus ze moeten elke keer wat anders verzinnen. Talent gezien al? Zit er wel rond, zit er wel tussen. Jawel. Kun je gelijk scouten? Dan kunnen we meteen doorgeven aan meneer Wotten. Dan zullen we zien of ze het kunnen halen. En tot besluit van dit Bosstiel nieuws krijgt u van mij nog de weersverwachting voor morgen. Er zijn opklaringen, maar er is ook kans op enkele buien. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten. Vannacht daalt het kwik tot 9 graden en morgen overdag wordt het een graad of 18. Tot zover het Bosstiel nieuws van donderdag 25 mei. Meer nieuws kunt u lezen bij onze collega's van Bosstiel Text Televisie. En wij zijn er morgenavond weer vanaf 17:15. Een prettige avond nog en graag tot dan. Dit is het Bosstion nieuws van vrijdag 26 mei met vandaag onder meer de volgende onderwerpen. Tennisvereniging Bastion Baselaar bestaat 70 jaar en beschikt over een nieuw complex. Vandaag werden de tennisvelden officieel geopend. Ja, we zijn ontzettend trots dat dit complex zo klaargekomen is zoals u het hier nu voor u ziet liggen. En twee basisscholen in Den Bosch bestaan 25 jaar. Dag dames en heren. Driemaal is scheepsrecht. Onder dat motto opende tennisclub Bastion Baselaar vandaag haar nieuwe tenniscomplex in Hintham. De club is namelijk voor de derde keer in haar bestaan verhuisd naar een andere locatie. De club die ooit begon bij het Bastion Baselaar aan de Hekelaan en in 1947 verhuisde naar Sportpark De Vliert, bestaat momenteel 70 jaar. Dus dit jaar twee keer een reden voor een feestje. Het 70-jarig bestaan en de verhuizing. Bastion Baselaar moest verhuizen omdat de gemeente een structuurweg wil aanleggen. Deze weg over Sportpark De Vliert zou over de velden van de tennisvereniging gaan lopen. Na aanvankelijke twijfels over de verhuizing zijn nu de felste tegenstanders zeer content met de nieuwe locatie. Op de oude locatie in Sportpark De Vliert beschikte de club over 11 banen waarvan er 7 verlicht waren. Op de nieuwe locatie heeft de vereniging 16 banen. 5 binnenbanen, 11 buitenbanen en ze zijn allemaal verlicht. Ja, we zijn ontzettend trots dat dit complex zo klaargekomen is zoals u het hier nu voor u ziet liggen. Het is ook een enorme inspanning geweest van ik bijna wel zeggen honderden vrijwilligers. Een kleine kerngroep van mensen heeft zich er intensief mee bezig gehouden. Dat heette dan de verhuiscommissie. Daarin zat de oude voorzitter Pieter Haas die het voorzitterschap mede dankzij die activiteit heeft overgedragen aan mij, omdat het anders wel heel erg veel van het goede was voor vrijwilligerswerk. De club, die zo'n 1000 leden telt, heeft vandaag ook enkele leden in het zonnetje gezet door zijn erelidmaatschap te geven. Dat zijn Pieter Haas, de voorzitter van de verhuiscommissie, Wil Dijks, bouwmeester, Cees Ormeling, de oudste lid van de vereniging. De voorzitter van de club kan dan wel tevreden zijn met zijn nieuwe complex, maar zijn de leden dat ook? Wat vindt u van het nieuwe complex? Ja, schitterend hè. Ik vind het echt heel erg mooi. Even langs terug naar het oude complex? Nee, ik vond het oude complex wel heel knus, heel gezellig. Het was natuurlijk allemaal nog wat meer aangekleed met bossage. Het lag er gewoon schitterend. Dus bij het begin had ik echt zoiets van jeetje, hoe gaat het worden? Maar ik vind het een fantastisch complex. Ik hoop alleen dat de bomen gauw gaan groeien.
dan is het helemaal mooi aangekleed. En zoals er op de uitnodiging van de club staat, kan er op dit complex een nieuw tennisleven beginnen in een nieuwe eeuw. Een beveiligingsbeambte van het GZG heeft afgelopen nacht twee jongens van 18 en 19 jaar oud aangehouden wegens vernieling. De beambte zag dat het duo een verkeerspaal uit de grond trok. Eerder werden er in de binnenstad ook op diverse plaatsen vuilcontainers omgegooid. En verder werden op het burgemeester Loefplein de spiegels van enkele auto's vernield. En achter het stadhuis werd een grote winkelruit ingeslagen. Het totale schadebedrag is nog niet bekend. In de binnenstad werd vandaag volop gewerkt aan de opbouw voor de 27e editie van Jazz in Duketown. Overal in het centrum zijn de podia verrezen, bedoeld om er ook dit jaar weer een groots festival van te maken. Niet alleen op de grote pleinen, maar ook in de kleine straatjes zijn er podia neergezet. Op die plaatsen proberen vooral de Dixieland-bandjes het publiek aan het swingen te krijgen. De hoofdpodia van het festival staan zoals gewoonlijk op de parade en de markt. Enkele hoogtepunten van Jazz in Duketown van dit jaar zijn de optredens van Toots Tielemans, Candy Dolfer en het Rosenberg Trio. Tijdens het festival is er ook weer live muziek op het Kardinaal van Rossumplein voor Café de Unie. Het plein heeft ruim een jaar opengelegen omdat er een groot waterbergbassin werd aangelegd. In het bassin moet het overtollig rioolwater worden opgevangen als het hard regent. De gemeente heeft het plein nu speciaal voor Jazz in Duketown herbestraat. Dat is gebeurd met oude stoeptegels. Later dit jaar wordt het Kardinaal van Rossumplein opnieuw ingericht. En dan komt er dus de definitieve bestrating te liggen. Het sociaal-cultureel centrum De Schans vormde vandaag het decor voor de eerste Mega Seniorendag. Op initiatief van de beheerder van het centrum kregen ouderen uit de wijk Maaspoort een goed gevuld programma voorgeschoteld. En er was een dagje waar ze een brunch aangeboden kregen, vervolgens wat voorlichting van de politie. En zoals je ziet nu dus het grote feest met Orva-orkest. Ja, dat is aangeboden door de wijk. Geslaagde middag tot zover? Ik vind het fantastisch, ja. Nou, echt serieus. Mensen gaan helemaal uit hun dak en dat is leuk om te zien. De dag was georganiseerd voor ouderen die binding hebben met de oudere organisaties, de Flethof, Epigoon en de Oudere Sociëteit Maaspoort. Later in de middag was iedereen welkom. Arnold Scholten heeft besloten nog één jaar bij FC Den Bosch te blijven voetballen. De 37-jarige middenvelder krijgt daarna een functie binnen de technische staf. Hij wordt waarschijnlijk assistent bij het tweede elftal of trainer bij de jeugd. Onlangs besloten ook Fred van der Hoorn en Harry van der Laan voor een jaar bij te tekenen bij FC Den Bosch. Op Nutschool Noord werd deze week gefeest, want de school bestaat 25 jaar. Tijdens deze week staat het thema theater centraal. En vanmiddag werd het een groots opgezet theaterfestival het thema afgesloten. Naast de professionele groepen verzorgde ook iedere klas enkele voorstellingen. Op de verschillende podia rond de school werden deze met veel enthousiasme opgevoerd. Dit jaar bestaat de Nutschool Noord 25 jaar. In april werd er al een reunie georganiseerd voor de oud-leerlingen en hun toenmalige leerkrachten. Maar niet alleen de oud-leerlingen zijn in de loop der tijd gegroeid. Ja, in 25 jaar verandert het natuurlijk heel veel. We hebben een heel mooi opgeknapt gebouw, we hebben nieuwe gebouwen. We hebben brand gehad in 94 en daarna natuurlijk een soort van facelift gehad. Maar in de school is het onderwijs natuurlijk enorm gemoderniseerd. Vroeger had je geen computers, nu staan er 50. Vroeger was het allemaal klassikaal en nu hou je rekening met verschillen. Kinderen kunnen veel, kinderen kunnen minder. Wat dat betreft is het een hele moderne school geworden. Om het jubileum van de school kracht bij te zetten, was er een feestweek georganiseerd. Alles draaide om het thema theater. Iedere leerjaar verzorgt 4 verschillende voorstellingen. We hebben 8 leerjaar, dus je hebt 32 verschillende voorstellingen. Op 8 podia die rondom de school zijn opgesteld. En dat varieert van dans, van playback, maar ook tot heel eigen theater. Er is een heel strand ingericht bijvoorbeeld, waar kinderen een voorstelling geven. En de andere kinderen, die kunnen dan vrij langs die 32 voorstellingen rondlopen, net als een boulevard. Om te kijken van nou, hier vind ik het leukst, hier blijf ik staan. De kinderen hebben deze week in ieder geval genoten. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, leuke dingen allemaal. Spelletjes en zo. Wat voor spelletjes? Ja, we hebben een tikketje gedaan en nog gedart. En we hebben nog iets in de gymzaal gedaan nog. Was het leuk? Ja. Vind je jammer dat de feestweek alweer bijna afgelopen is? Ja. Vind je jammer dat de feestweek alweer bijna afgelopen is?
Nou, bijna. Nog een paar dagen. Ja, morgen ook nog. Waarom jij niet? Ja, je hebt morgen ook nog. Ja. En dan is het afgelopen. Vind je het jammer dan? Ja. Waarom? Ja, omdat het best wel leuk is. En dan moet je weer werken. Ja, dan moet je weer werken. Ja. Is het leuker dan les krijgen op school? Ja, vind ik wel. Veel leuker. Ook de Harenschool vierde deze week haar 25-jarig bestaan. En ook hier werden diverse acts door en voor de leerlingen opgevoerd. Beide scholen kunnen terugkijken op een geslaagde feestweek. En dan krijgt u van mij nog de weersverwachting voor het komend weekend. Van het westen uit regen, later kans op buien met hagel en onweer. De wind is matig tot krachtig en komt uit het zuidwesten. De nachttemperatuur is 11 graden en overdag is het zo'n 14 graden. En tot zover het Bosjournieuws van vrijdag 26 mei. Zometeen kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Getipt met Jos van Herwijnen. En wij zijn er maandagavond vanaf 17:15. Prettig weekend en graag tot maandag.